Nou, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn bij dit webinar van de Community of Practice Beheer en Onderhoud. Mijn naam is Bart Brugmans van Waterschap AMA's en ik ga jullie door dit webinar heen leiden. Is er iets over onze COP, Beheer en Onderhoud? Deze bestaat pak een beetje 10 jaar. We hebben inmiddels al bijna 20 symposia georganiseerd en een flink aantal webinars. Dus afgelopen jaren zijn er symposia georganiseerd over onderwerpen als maaibeheer, aanbestedingen, exoten, innovaties, klimaat. En vooral de rol van beheer en onderhoud bij die thema's wordt onder de aandacht gebracht. Nou, voor vandaag staat het onderwerp vispassages op de agenda. Waterschappen leggen steeds meer vispassages aan. Maar welke kunstwerken maken nu vispasseerbaar? En functioneren ze wel goed? En wanneer zet je ze dicht bij droogte? Allerlei vragen die langskomen. Daarom hebben we een aantal gasten bij ons die ons bij gaan praten op deze thema's. Die ga ik straks aan jullie voorstellen. Maar eerst een aantal dingen rondom het gebruik van Teams. We nemen deze bijeenkomst op, dus als je niet in beeld wil, zet dan je camera uit. Vragen kun je stellen via de chat. En met de chat kun je dus vragen stellen voor de betreffende spreker. Het helpt als je vragen liked, dan kunnen we de vragen die jullie het interessantst vinden als eerste meteen beantwoorden. Wat daarbij helpt is als je van de specifieke spreker een antwoord wil krijgen, dat je de naam van de spreker er even bij zet. Nou, dit zijn dingen die ik graag even van tevoren met jullie wilde bespreken. De vragen die we niet in deze anderhalf uur kunnen beantwoorden, worden later door onze sprekers nog beantwoord. En een keer via de website van HWO gedeeld. De link die ontvangen jullie dan nog. Nou, volgens mij kunnen we in dit anderhalf uur een heleboel doen. Ik zal de gasten even introduceren. De eerste gast die ik graag het woord wil geven is Juriaan Mone van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. Hij neemt ons mee in de criteria wanneer een kunstwerk vispasseerbaar dient te worden gemaakt. De tweede gast straks is Jasper Arns van Arcadis. Hij voert door het hele land APK's uit van vispassages en vertelt ons wat we daarvan kunnen leren, met name voor beheer en onderhoud. En als laatste zal ik nog kort iets vertellen over hoe we bij Waterschap AMA's omgaan met het open en dichtzetten van vispassages bij droogte. Dus als eerste wil ik graag het woord geven aan Juriaan Mone van Drentse Overijsselse Delta. Yes, even de presentatie zoeken. Ja. Hebben jullie me zo in beeld? Ja. Top. Nou, mijn naam is Julian Moon. Ik ben afgelopen zomer begonnen bij Waterschap Drentse Overijsselse Delta als ecoloog. Ook me ook bezig met vismigratie. En ik mag dus vandaag wat vertellen over de criteria die we hanteren bij het kijken of we een object vispasseerbaar willen maken of niet. Dat doen we aan de hand van het beleidsplan vismigratie van Waterschap Groot-Saldert uit 2010. En daar worden een vijftal criteria in genoemd. We kijken of de EKR-score al wordt gehaald, of de gewenste EKR-score al wordt gehaald. Kijken hoe groot het achterliggend leefgebied is, of er veel barrières tot het buitenwater zijn en of er overlap is met Natura 2000, dan wel Natuurnetwerk Nederland. En we kijken of er veel droog voor het Delfvak is. Nou, alle criteria die worden gescoord met een score van 1 tot 5 en in sommige gevallen krijgen ze een 1 of een 5. Daarna worden de scores van de 5 opgeteld. Is de score van die 5 opgeteld lager dan 9, dan wordt er sowieso geen vispassage aangelegd. Is de score hoger, dan wordt er wel een vispassage aangelegd. En dan zit er afhankelijk van de score een prioritering aan of dat gelijk moet gebeuren of dat er niet zoveel haast mee is. Het eerste criterium is eigenlijk de EKR-score minus de GEP. Dus je gaat kijken, haal je de doelen van het waterlichaam waar je pijlvak op afwatert al of nog niet. Nou, hou je je doel lang nog niet, dan krijg je een score 5. Dus dan is er wel meer noodzaak om het kunstwerk vispasseerbaar te maken. Hou je je doel al of doe je het zelfs al beter dan je doel, dan geef je een score van 1. Voor het leefgebied hebben we een hele ingewikkelde formule met een tabel met allemaal grote getallen. Nou, die doet er verder niet zoveel toe. We meten dit gewoon uit, dat rekenen we uit. En daaruit volgt of we een groot of een klein leefgebied hebben. Op het kaartje hier rechts zie je de situatie van Waterschap Groot-Saldert in 2010. Dus dit kaartje. Dan zie je dat heel veel pijlvakken eigenlijk een klein leefgebiedje zijn. Nou, zijn er meerdere pijlvakken met elkaar verbonden door vispassages, dan beschouwen we dat natuurlijk als één groot pijlvak, als één leefgebied.
Verder tellen we het aantal barrières tot het buitenwater. Naar het buitenwater zijn de randmeren, de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water. Dus kijken we simpelweg hoeveel kunstwerken liggen er in het water waar de vis langs moet. En hoeveel daarvan zijn nog niet vispasseerbaar. Als een stuw vispasseerbaar is, telt hij natuurlijk niet mee. Maar op het moment dat een kunstwerk nog niet vispasseerbaar is, tellen we het mee. Liggen er helemaal geen barrières meer in, scoren we 5. Liggen er meer dan 4 barrières in, dan beoordelen we het met een 1. Verder kijken of er overlap is met Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Want wanneer er meer dan 100 vierkante meter overlap is, dan hangt er een natuurfunctie aan het pijlvak. Dus dan geven we het een score 5. Is dit niet het geval, dan geven we het een score 1. Dus er zitten ook geen tussenliggende scores bij. Nou, bij droog voldoen we op dezelfde manier. Is er minder dan 25% droogval, dan beoordelen we het met een score 5. Is er meer dan 25% droogval, geven we het score 1. Dat is even die puntje waarvan ik denk, daar mag nog wel wat meer nuance in. Want hoe vaak valt het dan daadwerkelijk ook droog? En welk deel van het pijlvak wat droog valt, is dat relevant? Of zijn dat kleine slootjes waar eigenlijk weinig ecologische waarde achter zit? Ik heb een voorbeeldje gemaakt van stuw Jo van Marle in Zwolle-Zuid. Die stuw die ligt hier zo op de kaart. En die verbindt dit pijlvak, wat best wel een behoorlijk groot pijlvak is, met het hele grote pijlvak hier. Nou, de sloten in het pijlvak, die zien eigenlijk allemaal uit als op de foto. Het is best wel een aardig stelsel, met een aantal kilometer van dit soort watergang. Met hier en daar wat rietkragen, hier en daar wat beschoeiing. Al met al best wel heel wat oppervlakte. En op het moment dat de vis deze stuw voorbij is, is er ook nog maar één obstakel richting het buitenwater. Dat is hier zo'n gemaal in de Willemsvaart, dus het kanaal wat uitwatert op de IJssel. Dus op het moment dat je deze vis passeerbaar maakt, dan heb je eigenlijk een heel groot gedeelte met elkaar verbonden. Verder valt het pijlvak nooit droog. En is er zelfs nog een klein stukje overlap met Natuurnetwerk Nederland, hier zo en hier zo. Dus daar doet hij het ook goed voor. Dat resulteert het volgende beddetje. Nou, de IJssel ligt niet in ons beheer, dus daar heb ik gewoon een score 1 voor gezet. Ik weet niet wat de gap is, dus ik denk dat spelen we even veilig. Het leefgebied kwam ik uit op groot, met alles nameten in gis. Er is dus maar één barrière, de score 4. Er is een natuurfunctie en het valt niet droog. Dus dat resulteert in een score van 19. Oftewel vis passeerbaar maken, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is gewoon een waardevol stukje water om aan te koppelen. Ja, dat is gedaan in het verleden door mijn collega's voor een heleboel stuwen in ons gebied. Dus het zijn alle stuwen die niet in KW-water liggen. Als er een KW-waterlichaam is, is het beleid dat het sowieso vispasseerbaar gemaakt moet worden. Dus die staan hier niet op. Dus het zijn eigenlijk alle wat kleinere watergangen. Als het stipje rood is, houdt dat in dat er enige prioriteit achter zit. Dat het snel vispasseerbaar gemaakt moet worden. De gele stipjes hebben een iets minder hoge prioriteit. Die worden doorgaans aangepakt op het moment dat je de stuw gaat vernieuwen of dat er groot onderhoud nodig is. Dan wordt eigenlijk gelijk die vispassage meegenomen daarin. En de stipjes die transparant zijn, die worden niet vispasseerbaar gemaakt. Dus dat zijn kleine watergangetjes die droog vallen of er zit heel weinig leefgebied achter. Nou, als je dan een stuw of een gemaal vispasseerbaar gaat maken, welke vispassage komt er dan? Nou, wat wij veel in ons gebied hebben liggen zijn de wit- of schuttervispassages. Dat zijn een aaneenschakeling van bakken die dan geleidelijk het pijlverschil overbruggen. En die hebben dan doorzwemopening in de onderkant. Eigenlijk kunnen alle vissoorten daar prima doorheen zwemmen. Ze nemen niet zoveel ruimte in. Ze zijn alleen niet zo mooi met een wat lagere natuurwaarde. Dus op het moment dat daar heel veel ruimte is, dan is zo'n nevengul wel mooier. Zoals je bijvoorbeeld rechtsboven ziet, dat is bij de Oude Vaart, bij Koningsgut. Dus we hebben momenteel een grote nevengeul met een bekkenpassage aan het aanleggen. Er gaat nog geen water doorheen momenteel, dus hij staat een beetje laag nog, maar dat hoort. We hebben ook een aantal plaatsen waar we te maken hebben met boezemmigratie, waarbij de vis van hoog naar laag tegen de stroom in moet zwemmen. Daar maken we gebruik van vissluizen met een lokstroompomp, waardoor de vis naar beneden kan zwemmen, maar toch tegen de stroom in zwemt. Dat die wel doortrekt. De conclusie. Het stappenplan werkt behoorlijk goed. Het is heel inzichtelijk hoe je tot een besluit komt. Dus je kan het makkelijk reproduceren. Er zijn heldere kaders. Het is wel heel arbeidsintensief. Vooral dat stukje leefgebied uittekenen in gist. Dat kost gewoon veel tijd. Vooral als je een grote poldersysteem hebt. Met heel veel kleine zijslootjes waar wel open water is. Dan ben je gewoon heel lang aan het intekenen.
Soms is het wel wat te zwart-wit. Bijvoorbeeld op het voorbeeld hier rechts. Die moest volgens het stappenplan vispasseerbaar gemaakt worden. Het is een heel klein slootje wat aansluit op een mooi waterligging op de Emmertochtsloot. Die veel hogere ecologische waarde dan dit slootje. En iets verderop ligt nog een heel groot moerasgebied. Wat ook veel hogere ecologische waarde heeft dan dit slootje. Dus daarom hebben wij besloten toen we het veld zijn gaan kijken. Nou, deze laten we toch even zitten. Ondanks dat je volgens het stappenplan toch wel moet zeggen, dit moet je doen. Dus expert judgment blijft wel nodig om te kijken. Klopt er nou echt wat uit het stappenplan komt? Maar doorgaans zijn we er erg tevreden over. Zijn er nog vragen? Dankjewel, Juriaan. Ik zie een paar vragen via de chat. Eentje van Wim Egemeers. Als je naar de pijlvakgrootte kijkt, dan hebben poldergebieden gemiddeld een groot pijlvak. Kunstmatige sloten en beken komen dan bovendrijven. Doe je daarmee de beken niet tekort? In hellend gebied heb je beken met een ander visbiotoop dan sloten. Kun je aangeven hoe je daarmee omgaat? Ja, daar hebben we dat expert judgment nog voor. En we hebben sowieso al die andere criteria nog. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld de EKR nog niet gehaald wordt, of dat het nooit droog valt, dan kom je er sowieso wel uit. En ja, maar het is wel een goed punt. Ik ben zelf niet helemaal blij met dat leefgebied, hoor. Het is inderdaad vrij subjectief. Als je heel veel oeveroppervlakte hebt, dan scoor je automatisch heel hoog. Dus dat is nog wel iets waar we inderdaad ook goed naar kijken. Ja, oké. Okay. Dus je maakt ook echt gebruik van expert judgment. Dus de methode is ook nog niet helemaal uitontwikkeld, zeg maar. We hadden nog een beetje maatwerk nodig. Ja, ik ben er zelf pas net mee begonnen, maar we zien inderdaad wel dat er hier en daar nog wel bijgeschaafd kan worden. Dus okay. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij andere waterschappen gedaan wordt. Ja. Een andere vraag is van Manon Spaans. Houden jullie nog rekening met het risico van exoten bij het passeerbaar maken van obstakels? Ja, ik weet zelf geen voorbeeld bij ons in het gebied waar dat nou momenteel speelt. Maar dat is wel iets waar je als ecoloog ook rekening mee houdt. Bijvoorbeeld, er zijn wel een aantal mooie beekjes, bijvoorbeeld bij de Veluwe, waar nog geen exotische grondels zitten. Dus ik kan me voorstellen dat je in zo'n situatie inderdaad zegt, nou laat maar even zitten. Ja. Bij ons, ik ben ze zelf nog niet tegengekomen hier. Andere vraag nog van Christian Nijholt. Het kaartje ging over niet-KAW waterlichamen, zei je. Hoe gebruik je dan het eerste criterium? En je kijkt waar je pijlvak, dus je niet-KAW waterlichaam op afwatert. En van dat waterlichaam pak je de EKR-score. Dus je wil eigenlijk gaan kijken of het aankoppelen van leefgebied een effect heeft op de KAW-score van de welwaterlichaam. Oké. Okay. Ik heb zelf ook nog een vraag. Ik hoorde je volgens mij zeggen dat jullie alle KAW-waterlichamen vispasseerbaar maken. Maar wat als je daar ook te maken hebt met structurele droogval? Dus echt in de bovenlopen, zeg maar. Wat is dan de aanpak? Moet ik heel eerlijk zijn dat ik dat nog niet heb meegemaakt. Dus daar kan ik je nog geen antwoord op geven. Maar ik kan me voorstellen als het bovenste stukje van zo'n KAW-lichaam altijd droog valt, dat je hem dan niet vispasseerbaar maakt. Dat daar dan een uitzondering voor gemaakt wordt. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. Ja, dat waren de vragen. Dan wil ik jou in ieder geval hartelijk bedanken, Juriaan, voor jouw presentatie. Dan wil ik nu graag het woord geven. Ah, wacht, er komt nog één vraag nog binnen, zie ik. Neem je niet mee wat de doelsoorten zijn van het water? Een vraag van Willy van Emmerik. Met deze criteria niet, maar daar kijken we kijken er los, nog wel omheen naar een paar andere dingetjes. En daar kijken we inderdaad wel naar. Ook met de aanleg van de vispassage, welk type er moet komen, daar kijken we ook nog naar de doelsoorten. Ja, oké. Okay. Ja, en ik zie verder nog een opmerking komen met cameramonitoring dat er veel rivierkreeften de vispassage passeren. Ik weet niet of dat ook bij jullie het geval is. Dat heb ik zelf ook nog niet meegemaakt, maar ik kan me dat hier en daar voorstellen inderdaad. Oké. Okay. Dan gaan we toch even omwille van de tijd ook naar de volgende spreker. Wil ik jou hartelijk bedanken, Juriaan, voor je presentatie. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Jasper Arns van Arcadis. Hij voert door het hele land APK's uit. Ja, en vertelt ons wat we daarvan kunnen leren. Onder andere voor berenonderhoud. Dus the floor is yours, Jasper.
Ik zie dat je camera of je microfoon is nog uit. Nu moet het goed gaan, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja. Goedemorgen allemaal. Ik ben Jasper Arends en ga jullie wat vertellen over de APK die ik door het hele land, kan ik wel zeggen, heb uitgevoerd voor enorm veel visstrappen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ik heb ook heel veel mooie voorbeelden gezien hoe het wel moet, maar ook zeker hoe het niet moet. En ik vind het dan ook superleuk om hier wat te mogen vertellen over wat ik heb geleerd. En daar wil ik jullie graag deelgenoot van maken. Ik zal eerst een introductie even kort doen en dan iets vertellen over de achtergrond van het ontwerp van vistrappen. Ik ga uiteraard ook even in op mijn APK en de methodiek, hoe die ik daarbij hanteer. En daarna gaan we natuurlijk even duiken in het berenonderhoud. Daar kunnen we iets zeggen over voor de realisatie, maar ook zeker na de realisatie. En aan het eind is er inderdaad ruimte voor vragen. Nou, wie is Jasper Arends? Die werkte vanaf 2006 bij Tau, dus daar 9 jaar gezeten en nu al 9 jaar bij Arcadis inmiddels. Ik ben actief als projectleider. Ik doe veel groen-blauwe inrichtingsprojecten, dus het moet altijd iets met water of natuur te maken hebben. En dat is veelal natuurlijk in het onder de vlag van de KRW. En ik ben ook nog steeds actief als adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit. En dan specifiek misschien ook wel als expert vismigratie, waar ben ik mee bezig gehouden met het ontwerp van vistrappen, maar ook met monitoring en verschillende innovaties die ik heb gedaan. En rechts zien jullie een plaatje van vispassage Crèvecœur. En dat is wel een beetje mijn coolste project wat ik heb gedaan in het verleden. Omdat ik daarmee de voordeur van Waterschap Amaas en Waterschap de Dommel heb ontsloten. Dus nou goed, dan ga ik nu wat dieper in op de vistrappen. Nou, ik noem zo wat namen. Ik heb bij de APK met name de focus gelegd op de traditionele vistrappen. En dan heb je zeg maar links de bekkenvispassage. Dat zijn meer, we noemen dat, ondanks dat het misschien toch wel een beetje een technische constructie is, is dat wel de natuurlijke vorm daarvan. En dan hebben we rechts ook nog een vertical slot en een de wit vispassage. En dat zijn dan wat mij betreft de technische vispassages. Dus dan, maar die termen komen nog wel terug. Dus dan weet je als het goed is straks waar het over gaat. Als je een ontwerp of een vispassage gaat ontwerpen, dan moet je eigenlijk rekening houden met allerlei zaken. En uiteindelijk is dan ook iedere vispassage is maatwerk. Ik ga niet overal op in, maar wil me met name even focussen op de zaken die echt een link hebben met berenonderhoud. En ik wil het met name even hebben dus over de migratieperiode. Ik wil toch even kijken naar hoe de hydraulica in elkaar steekt van zo'n vistrap. En natuurlijk gaan we het even hebben over de inrichting. Dan heb je allereerst de migratieperiode. Dat is natuurlijk de periode waarin, ik zou bijna zeggen, de grootste concentratie van vis is die op wil trekken. En dat wordt dan veel ook gezien als de belangrijkste periode waarin een vistrap moet functioneren. We weten inmiddels ook uit onderzoek dat er eigenlijk het hele jaar wel sprake is van migratie. Er is sowieso al noodzaak tot migratie het hele jaar. Dan heb je het over gewoon dispersie, maar ook het vluchten voor vervelende omstandigheden. En soms ook gewoon fourageren. Maar zeker met de cameramonitoring die de laatste jaren wordt gedaan, zie je dat er best wel wat vissen toch heen en weer gaan. En wat je ook ziet is dat zeker ook de voorjaarstrek, dus de periode waar men voor de paai gaat, die ligt ook niet altijd gelijk. Dus afhankelijk van temperatuur kan het wel eens wat weken eerder of zo'n weken later zijn. Dus het zijn dus belangrijke perioden waarin een vistrap eigenlijk moet functioneren. Dan de hydraulische vuistregels. Ik heb hier een aantal punten opgeschreven. De stroomsnelheid die wordt hoofdzakelijk bepaald door het pijlverschil per schot. En die afvoer die er dan doorheen gaat, die wordt dan vervolgens weer bepaald door de afmeting van de doorzwemventen, dat is dus de natte doorsnede in vierkante meters. En als je dat keer de stroomsnelheid doet, krijg je eigenlijk de afvoer die er doorheen gaat. En dan heb je ook nog een stukje energiedemping. En dat is eigenlijk de turbulentie die ontstaat in tussenliggende kamers of bekkens. En die wordt eigenlijk weer bepaald, ja, middels een formule, maar daarin speelt de afvoer natuurlijk een grote rol en ook de inhoud van de kamer. Dus als er iets plaatsvindt binnen een vistrap waarbij deze zaken veranderen, dan gaat je vistrap ook echt anders functioneren.
En het is ook belangrijk om dus op te passen. Ik noem het altijd disbalans. Dus op het moment dat je ergens iets aanpast, dan kan dat voor een hele andere balans zorgen in die vistrap. En daar heb ik ook wel twee leuke voorbeelden bij. Links zie je eigenlijk twee vistrapjes die, die hebben eigenlijk niet heel veel afvoer. En daar zijn eigenlijk de omstandigheden om te migreren, die zijn eigenlijk al, ik noem maar een beetje kiele-kiele. Daar gaat het eigenlijk net goed. Op het moment dat je daar bij wijze van spreken een steen anders zou leggen, dan zul je zien dat die vistrap heel snel in disbalans gaat. En dan zie je dus dat eigenlijk die vis, die kan dan wel optrekken. Misschien voor een groot gedeelte, maar dan komt hij op een gegeven moment komt hij gewoon ergens op een punt en daar kan hij dan niet meer verder. En dan is de ketting dus echt zo sterk als de zwakste schakel. Rechts zie je een foto van de Dommel in Eindhoven. En dan zie je dat daar echt natuurlijk mega veel water overheen komt. Enorm grote drempels. Ja, als ik daar een steen, zeg maar, ter grootte van de steen die je links ziet, als ik die daar verplaats, dan gebeurt er natuurlijk niks. Maar dat komt omdat het systeem gewoon zoveel afvoer heeft. En dat is ook dus veel robuuster voor wijzigingen wijzigingen aan de drempels. Terwijl bij links moet je echt oppassen wat je doet, want je zit al snel in je creëert al snel gewoon een niet passeerbare situatie. Nou, voor de inrichting, belangrijke zaken is dat we altijd een geleidelijke bodemovergang realiseren. Dus naar de watergang, maar ook in de vispassage zelf. Je hebt gewoon sterk bodemgebonden vissoorten. Ik heb bijvoorbeeld bij kleine modderkruipers gezien. Ja, die gaan al heel snel, gaan ze er niet meer doorheen, omdat ze dan een te grote overgang of een abrupte bodemovergang zien. Bodemverruwing is ook van belang. Dus je biedt uiteindelijk een wat ruwere bodem aan, zodat de stroomsnelheid naar bij de bodem ook wat zakt. Dat doe je gewoon eigenlijk met een basis aanvulling, of sorry, een basis van stortsteen. Dat is vaak wat fijner materiaal. En je hebt daarbij ook nog dus stoorstenen. En ik heb er ook nog wat fotootjes bij. Nou, hier zie je dus een bodemaanvulling eigenlijk van wat fijner materiaal. En dan kun je dus ook wat grotere stenen inleggen. En die stenen die zorgen in de kamers, in het geval van de witvispassage, zorgen die voor net wat ander stroompatroon. En daar kunnen vissen ook achter schuilen. En je hebt dan nog grotere stoorstenen. Die worden dan veelal bij bekkenpassages, bij slots toegepast. Nou, die zorgen eigenlijk ook voor ter hoogte van die slots voor een iets beter passeerbare situatie. En vissen kunnen dus ook achter de steen schuilen om er dan vervolgens doorheen te schieten. Nou moet ik zeggen dat deze stenen wat erg hoog zijn afgewerkt. Dat had op zich niet gehoeven. Maar dat is met de aannemer is dat gewoon zo. Dat heeft de aannemer zo bedacht. Uiteindelijk functioneert het wel hoor. Maar het is niet altijd even netjes als dat dan boven het water uitkomt. Maar goed, dat is misschien ook een vorm van een gevoel voor stijl wat iemand heeft. Verder nog vegetatie. Wil je wel of geen vegetatie toestaan? De ene vistrap kan dat prima hebben en de andere vistrap eigenlijk helemaal niet. Dus dat is wel even van belang. Ja, en je moet natuurlijk zorgen dat een vistrap voldoende diep is. En een vistrap in een beeksysteem waar normaal max 50 centimeter water staat, die hoeft echt niet zo diep te zijn. Maar maak je een vistrap bijvoorbeeld aan de Oude Vaart bij Koningsschut, dan staat er toch behoorlijk wat water in het aanliggende systeem. Ja, en dan dan moet je vistrap eigenlijk zelf ook wat dieper maken, zodat die vis eigenlijk een prima overgang heeft van de watergang naar de vistrap en vice versa. Nou, dan worden dus vistrappen uiteindelijk ontworpen en aangelegd. En dan wordt er een vinkje gezet en dan zeg ik, dit knelpunt is opgelost. Helemaal top. We voldoen aan de KW-doelstellingen of wat dan ook. Maar in ieder geval dan denken dat we klaar zijn. Maar dan begint het vaak pas. Want wij hebben zelf vanuit Arcadis heel lang voorjaarsmonitoring gedaan met fuiken. Dat hebben we voor meer dan 80 vistrappen gedaan. En in 40% van de gevallen konden wij eigenlijk al zien bij start bij het eerste veldbezoek van dit ziet er toch niet helemaal lekker uit. En dat hebben we dus van 2010 tot 2018 hebben we al dat onderzoek gedaan. En we zagen dus problemen met het ontwerp. Of met de constructie, met beheer-onderhoudssituatie en ook met arbor en veiligheid. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook dat je inmiddels alweer wat langer, maar al behoorlijk lang vistrappen aanleggen. Begin de jaren 90 zijn de eerste al aangelegd.
Ja, en er is ook wel voortschrijdend inzicht gekomen. Dus het kan ook soms zijn om eens even nog eens keer kritisch naar de constructie die toen ooit is aangelegd te kijken en zeggen van hé, maar op basis van de nieuwste inzichten moeten we het misschien toch even wat anders doen. Dat was voor mij op een gegeven moment de reden om de vispassage APK te ontwikkelen. Ja, eigenlijk is het gewoon heel simpel het bepalen van de vispasseerbaarheid op basis van een veldinspectie. En daarbij kijken we naar allerlei belangrijke aspecten, ook binnen het ontwerp. Dus naar dimensies, stroomsnelheid, aantal drempels, ten opzichte van het pijlverschil natuurlijk. Hoe zit het met de lokstroom? Hoe zit het met de beheeronderhoudssituatie? Staat die open? Staat die dicht? Zijn er verstoppingen? Schade misschien? Hoe is het met de vegetatie? En we hebben ook zeker gekeken naar arbo en veiligheid. Want we hebben nou ook eenmaal wel gezien dat op het moment dat je onderhoud niet veilig kunt uitvoeren, kan het ook wel eens zo zijn dat het niet wordt onderhouden. En dat is volkomen begrijpelijk, maar is natuurlijk niet wat we willen zien. Dus we hebben ook al die constructies daarop beoordeeld. En dat doen we dan op een uniforme wijze, met inspecties en metingen. En daarbij toetsen we dus aan ontwerpregels. En die halen we dan weer uit handboeken, standaard ontwerpen. En de focus ligt dus wel op de traditionele vispassages. En daarbij halen we ook nog allerlei andere informatie op. We slaan de coördinaten op als ze niet vast liggen. We nemen foto's. Nou, dat soort zaken. Eigenlijk ook allerlei andere zaken waarvan de waterschap zegt van nou, dat willen we graag ook even weten. Dan kunnen we dat natuurlijk meenemen. En dat presenteren we dan in een tabel, eigenlijk gewoon met een stoplichtmethodiek. En daar komen dan ook aanbevelingen bij. En we kijken ook nog even van, wat moet je hier nu doen? En wat is dan de inschatting van de inspanning die je dan moet nemen? Belangrijk wel is dat de APK natuurlijk altijd een momentopname betreft. Ik heb ook meegemaakt dat vistrappen niet netjes, niet open stonden. Maar ze kunnen ook de hele jaar dicht staan en vlak voordat ik kom even snel worden opengezet. Dat is dan misschien niet altijd even representatief, maar over het algemeen zien we bij ieder waterschap wel een beetje een vergelijkbaar patroon ontstaan. We denken in die zin dat we toch ook met deze momentopname toch een aardig beeld te kunnen krijgen van de situatie. Nou, dan heb ik ik heb er een app voor gemaakt. Hoe je dat handig kunt invullen om alles zo uniform mogelijk in te kunnen voeren. En dan kijk je dus op deze manier dus naar de witvispassage met allerlei aspecten. Nou, het was eigenlijk een bevestiging van het vermoeden, wat we natuurlijk al hadden gezien bij die vuikmonitoring. Tussen 2017 en 2020 hebben we 180 vistrappen bekeken. En dat was echt verspreid over het hele land. Inderdaad, die drie typen die ik al eerder een keer had laten zien. En daar is ook in de Visionair is daar een artikeltje over verschreven. 60% functioneerde gewoon niet en 22% eigenlijk niet eens optimaal. De belangrijkste problemen waren dat de afsluiters inderdaad dichtstoppen. Het was verstopt, te hoge stroomsnelheden, maar ook geen of te weinig rustkamers. En zo waren er nog wat meer problemen, maar dit waren even de belangrijkste. Dus dat was genoeg reden om een keer een artikeltje over te schrijven en ook wat over te presenteren. En in die zin ook leuk dat ik het nu hier kan vertellen. Inmiddels zijn we wel wat verder. Ik heb in de tussentijd nog wel wat meer vistrappen bekeken en we zitten nu ongeveer op 350 locaties. Dus mijn beeld wordt alleen maar groter en ik kom nog meer coole en misschien ook minder leuke situaties tegen. Maar heel goed om hiermee bezig te blijven en ook op die manier voor te zorgen dat uiteindelijk de maatregelen die we aanleggen ook echt gaan functioneren. Want ja, als dat niet is, dan is eigenlijk gewoon het geld weggegooid. Zo simpel is het. En als beheeronderhoud, ja, dan vind ik eigenlijk dat je natuurlijk al eerder bij het ontwerp betrokken moet zijn. Hè? Want uiteindelijk ben je als keten, wat mij betreft, verantwoordelijk voor het goed functioneren van zo'n vistrap. En dat begint dus gewoon bij het ontwerp. En je moet ook altijd samenwerken aan een goede basis van een succesvolle vispassage. Het is natuurlijk zo dat het moet afgestemd zijn op het materieel. Hè? Dus als je gebruik maakt van bepaald materieel, ja, dan moet je natuurlijk zorgen dat je de vistrap die wordt aangelegd ook dat materieel gewoon kunt gebruiken. Het moet goed begaanbaar zijn. Je moet er misschien met een quad kunnen komen of met een auto. Nou, ik heb hier ook nog wel, hier zie je een aardig voorbeeld. Deze vistrap ligt dan wel in het beheeronderhoudspad, maar ja, deze is gewoon prima te bereiken. En dat is dan ook gewoon prettig. Ook met de auto in dit geval, dus daar kun je gewoon goed bij komen. En
Dat geldt niet voor deze vistrap, want deze ligt eigenlijk aan de overkant van een fietspad. En de overkant is ook natuurgebied, eigenlijk helemaal niet begaanbaar. Dus wat hier moest gebeuren is dat de onderhoudsmedewerker moest met een waadpak, en in dit geval dus ook een bosmaaier zoals je kunt zien. Want de vistrap ligt hier echt, die ligt hier omheen, zeg maar. Even kijken of ik het zo kan doen. De vistrap ligt dus hier om de stuw heen. Ja, je ziet hem eigenlijk al niet. Dus hij moet hem iedere keer met een bosmaaier moet hij hem dan schoonmaken. Ja, daarvan zeg ik dan van, ja, dat is natuurlijk niet echt handig. Het kost enorm veel moeite om dat te doen. En veilig vind ik het dan ook niet, als je met een bosmaaier dat dan ook nog door het water moet. Dus ja, deze vistrap, ja, die werd eigenlijk niet echt goed onderhouden. Nou, dat is ook dus volkomen begrijpelijk. Even kijken. Ja, dan hebben we nog relingen natuurlijk. Ik heb ooit bij de Stichtse Rijnlanden gehoord dat ze vanaf 1 meter valhoogte dat ze gewoon een reling toepassen. En ik denk ook dat dat eigenlijk best wel prima werkbaar is. Want je moet wel goed kijken of de reling zo wordt opgesteld dat je ook de roosters nog kunt openen. Want dat is ook nog wel handig. Maar over het algemeen is het wel prettig om je vast te kunnen houden op het moment dat je onderhoud wil uitvoeren. Nou, dit is een voorbeeld dan van een reling. En hier heb je er ook een. En hier is nog niet eens 1 meter valhoogte. Maar ik merk wel dat dat over het algemeen als positief wordt ervaren. Dan verder nog iets over oeveruittreedplaatsen. Ik heb hier nog een aardig voorbeeld van een vistrap. Dit ziet er eigenlijk prima uit. Maar als je dan kijkt, dit zijn dus eigenlijk drempels. En in die drempels zit dan ook nog een slot. Dat kun je hier als goed is een beetje zien. Wat ik dan zie is dat toch zo'n slot op den duur een keer dicht komt te zitten. En nou, de vis gaat over het algemeen toch wel door de sleuf of door het slot heen. En niet zozeer over deze drempel. Want deze drempel, daar gaat al water overheen. Maar dat is niet zo'n heel groot laagje. Dus die wil dan toch door het slot. Ja, en als je dan je slot verstopt hebt zitten met wat er dan ook in zit. Dan wil je die eigenlijk een keer schoonmaken. Maar als je dan kijkt naar de situatie, dan zijn die taluds van die oevers best wel, best wel stijl. En ik heb dus ook getracht met de onderhoudsmedewerker om die slots schoon te maken. Maar met moeite kregen we elkaar, zeg maar, eruit getrokken. En het kan dus best wel handig zijn om op dat moment toch in de oever een soort van inkeping of een trapje te maken. Of in ieder geval iets van een uittreedplaats, dat je er gewoon ook makkelijk in en uit kan. Anders is het dus heel lastig om dit soort dingen dus schoon te houden. Nou, verder, die afdekroosters, dat vind ik echt wel een crime. Ik zou eigenlijk bijna zeggen less is more. Dus kleinere roosters zijn eigenlijk wel prettiger, want ze worden al snel te groot en daarmee te zwaar. Helemaal op plekken waar ze liggen natuurlijk in een, zoals bij die eerste foto, in een meer onderhoudspad. Ja, daar worden die roosters zwaarder uitgevoerd en dan heb je eigenlijk al een kraan nodig om zo'n rooster uit te tillen. Ja, en dan wordt het lastig, want dan weet je van ja, hij zit verstopt. Dan moet ik eerst een kraan zien te regelen. En als je dan een beetje een vervelende vistrap hebt die nog zeker vaak verstopt zit. Ja, dan moet je iedere keer met de kraan er naartoe. Daar wordt eigenlijk niemand vrolijk van. En dan zie je gewoon dat het onderhoud gewoon veel minder goed of gewoon minder wordt uitgevoerd. En dan staat je vistrap heel vaak gewoon eigenlijk, ik noem het maar even, in storing. Want dan doet hij het gewoon niet. Of dan doet hij het in ieder geval minder en vaak ook gewoon niet. Ja, verder is ook het afsluitwerk, dus de bouten die erop zitten. Dit zie je heel veel. Is niet altijd even prettig. Het is veel geschroef en gedoe. En ook die bouten die gaan regelmatig kapot. Ook dat is lastig. Nou, hier zie je dus zo'n rooster wat eigenlijk met een kraan eruit gehaald moet worden. Ja, hier wilden we toch metingen doen. We hebben besloten met z'n vieren om eruit te tillen. Nou, hier kun je al wat van vinden, want hier word je eigenlijk gewoon niet vrolijk van. En dat doe je dus ook niet op een normale dag. Als je langskomt, zie je dit dus ook gewoon niet. Of dan ga je dit gewoon niet openmaken. Verder heb ik bij Wetske Friesland wel eens een snelsluiting gezien voor die roosters. Dat was eigenlijk wel dikke prima. Dan kon je eigenlijk vrij snel die roosters eigenlijk openmaken. Ik merk ook alweer dat als het makkelijk gaat, dan worden die roosters weer gestolen. En dan, want het is natuurlijk ook flink wat geld waard bij de oud-ijzerhandel. Dat is ook niet echt handig, maar dit werkte in ieder geval bij het wedskip werkte wel heel goed. Dus misschien is het nog een idee om daar ooit eens een keer een soort van doorontwikkeling op te maken. Om te kijken of dat wat sneller en wat eenvoudiger open kan. En wat ik verder nog heb gezien is dat er soms een wildgroei is aan sleutels, slingers en ander materiaal wat nodig is om een vistrap om erbij te komen of open te draaien.
En ja, dan komt het wel eens voor dat beheerder X het even overneemt van beheerder Y. En dat hij dan weer niet de juiste sleutels heeft. En dan heeft hij een heel stuk heeft hij afgelegd om bij een vistrap te komen. En dan krijgt hij hem niet open. Nou, dat is onhandig. En een stukje uniformiteit erin zorgt er eigenlijk ook wel voor dat het onderhoud wat makkelijker en wat vaker wordt uitgevoerd. Nou, wat... Als je het hebt over vegetatie, dan zijn dit toch eigenlijk wel aardige plaatjes. Je ziet het verschil tussen het voorjaar, het vroege voorjaar, misschien nog wel april, en hoe het er in september bij ligt. En onder zie je een vistrap die ik in 2013 heb bezocht, vlak na aanleg, en nu ook in 2019, in 2019 nogmaals heb bezocht. Daar was eigenlijk nooit onderhoud uitgevoerd als gevolg van een... Nou ja, een kwestie tussen volgens mij de provincie en het waterschap. Maar goed, het zegt wel dat je dus gewoon onderhoud moet doen. Anders krijg je gewoon een niet vispasseerbare situatie. En het maakt ook echt wel degelijk uit hoe je, waar je zit in het systeem en wat voor vistrap het is. En ook de ene vistrap is veel gevoeliger voor snel dichtgroeien dan de ander. Ja, en dan heb je dus vegetatie in de vistrap. En dan zie je hier rechts zie je ook een aardige vistrap. Dit was een bekkenvispassage. Ja, daar zie je eigenlijk de overgangen niet meer. Er is een soort van stroombaan, een soort van beekje ontstaan. Maar zelfs dat was niet echt overal even goed. Maar als ik dit dan zie, dan denk ik, ja, heel handig is dit niet. Uiteindelijk wil die vis natuurlijk ook gewoon schuilen. Maar de vegetatie is daarin zo dicht geworden dat er echt sprake is van, wat mij betreft, van een barrièrewerking. En ja, deze vistrap heeft echt een flinke opschoonactie nodig. Want, even kijken hoor. Ja, nee, ja dat dus. En dat zie je ook bij deze vistrap. Er staat eigenlijk vrij weinig water. En je ziet ook wel dat er wat ook houtige, maar ook wat grovere vegetatie is. Echt ja, gewoon vol in deze, ik noem maar even, in het beekje ontstaan. En vis krijgt hier gewoon moeite om op een gegeven moment nog boven strooms te komen. En ook in technische vistrappen heb je nog wel wat vegetatie. Dit zijn zoetwatersponsen. En die sponsen die ontstaan eigenlijk, die groeien er uiteindelijk ook in. En die groeien er uiteindelijk ook in als je heel lang niks doet. Dus vaak als ik een vistrap opentrek en ik zie zo'n spons, dan weet ik het eigenlijk wel. Dan denk ik, nou, die is eigenlijk nog nooit echt open geweest. Een spons kan natuurlijk een beetje vergelijkbare werking hebben als een stoorsteen. Maar ook dit kan uiteindelijk te veel worden. En dan moet je ze ook verwijderen. Het maakt overigens ook uit waar de spons exact groeit. Want als hij op een gegeven moment gaat zitten voor een doorzwemvenster. Ja, daar wil je hem niet hebben. Zit hij in een hoekje van een bak. Ja, dan kan het misschien wel. Maar dat moet je dan op dat moment maar gewoon even inschatten. Of het te heftig is. En desnoods moet je er een deskundige bij trekken. Maar hiermee wil ik in ieder geval laten zien dat ook technische vistrappen wel degelijk last kunnen hebben van groei van nou ja, vegetatie in dit geval. En ook een andere technische vistrap waar ik zelf mee heb geëxperimenteerd is deze polderpassage of de voorheen ook de Meibergvispassage. Ja, daar is uiteindelijk ook een flinke pol in gegroeid. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt handig. Dit zorgt ook voor een niet passeerbare situatie. Gewoon de obstructie. En dan hebben we nog het fenomeen stroombanen. Wat ik heel vaak zie is dat drempels, die zijn natuurlijk afgewerkt met steen. En dan wordt het bekken wordt wel gemaaid. Maar de drempel zelf, de overgang eigenlijk niet. En ja, hier zie je dus eigenlijk een soort van beekje ontstaan in de vistrap. En waar normaal een vis eigenlijk over een drempel moet zwemmen. En daar eigenlijk vrij kortstondig te maken krijgt met een hogere stroomsnelheid. Zie je hier dat een vis eigenlijk een klein beekje moet gaan nemen. Ja, en dat gaat wel ten koste van de vispasseerbaarheid. En nou, dit valt dan nog wel mee. Al moet ik wel zeggen dat dit een vrij ondiep gootje is geworden. Maar ik heb het ook wel eens wat erger gezien. Nog wat langer ook. Misschien was bij de eerste foto waren ook wel vrij lange stroombanen ontstaan. Ja, dit wil je eigenlijk liever niet. Dus je moet uiteindelijk ook echt wel goed die drempels beheren. En zorgen dat de drempel ook echt functioneert als een drempel. En niet als een soort van wildwaterbaantje. Nee, ja, verder misschien nog even goed om te vermelden dat ja, ook vegetatie kan natuurlijk zorgen voor disbalans. Op het moment dat je
pijlovergang of je drempels of rondom je schotten, dat daar natuurlijk vegetatie ontstaat, dan gaat hij natuurlijk een soort van knijpende werking veroorzaken. En dan gaat er gewoon wat minder water doorheen. En dan ontstaat dus, dan kan een disbalans ontstaan. En dan kan vis dus de hele vistrap nemen, behalve die ene drempel die dan dichtgegroeid zit. Of door zijn venster wat dichtgegroeid zit. Ook voor turbulentie in je bekkens is het van belang. Als je een heel groot bekken hebt, een ruim bekken, dan is vegetatie aan de zijkanten helemaal geen probleem. Heb je vrij krappe bekkens, ja, dan gaat uiteindelijk ook vegetatie. Zorgt wel degelijk voor wat verruwing, maar tegelijkertijd ook gewoon voor dat eigenlijk je turbulentie wordt opgevangen in of eigenlijk je energie wat minder wordt gedempt. En dan krijg je op een vrij kort open stukje juist heel veel turbulentie. Nou, dat is ook niet echt prettig. Dat gaat ook ten koste van de vispasseerbaarheid. Maar goed, dan ook gezegd, het biedt wel degelijk ook schuilmogelijkheid en habitat. Maar je zult het altijd af moeten passen op de afmetingen van de vistrap. Wat kan ik toestaan en wat niet? Dan heb je ook nog vegetatie rond de vispassage. Dan met name de drijfvalconstructies. De in- en uitstroom, maar ook de aanliggende watergangen. En zelfs eigenlijk ook op het land. Nou, hier zie je twee uitstroomconstructies. De ene is helemaal volgegroeid en de andere niet. En dan zie je toch uiteindelijk, ja, zoals hier links is, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Op een gegeven moment is het gewoon te vol en komt daar ook gewoon geen vis meer doorheen. En onder zie je in dit geval twee uitstroomconstructies. Ja, die ene is gewoon niet zichtbaar. Vis kan daar ook gewoon niet bij komen. Er staat nog wel een piketpaaltje voor de onderhoudsmedewerker. Zo van, joh, hier moet iets gebeuren of hier zit wat. Maar ja, hij is gewoon helemaal volgegroeid. En je ziet aan de rechterkant hebben ze hem dus wel vrijgemaakt. Ja, daar kan de vis dan ook wel goed in komen. En dat zou je eigenlijk altijd moeten doen. Want als de vis er niet in kan, dan heb je er nog niks aan. Ja, dit soort uitzoomconstructies zie ik ook. Ja, hier is eigenlijk een heel bed van sterrenkroos ontstaan. Ja, uiteindelijk gaat hier een laagje overheen van een centimeter of 5 of zo. Ja, vis gaat hier moeilijk inkomen. Misschien kleine visjes nog wel, maar over het algemeen. Dit zou je gewoon even leeg moeten trekken. Dat kan gewoon met een goede harre kun je dit wel vrijmaken. En dan kan vis er gewoon weer inkomen. Ja, en hier dan de grote waternavel. Ja, het kan zijn natuurlijk dat onder water vis er nog wel bij kan komen. Maar over het algemeen zou ik toch zeggen van joh, trek het gewoon eruit. Het kan natuurlijk uiteindelijk ook zo zijn dat er toch ook in wordt gezogen. En dan gaat je doorzuimvenster weer dicht zitten. Dus dat schiet ook niet op. Dus dit is gewoon echt te veel. En dan heb ik hier ook nog een mooie uitstroomconstructie of instroomconstructie is het volgens mij. Deze watergang werd gewoon, tenminste deze vistrap werd gewoon met de klepelmaaier gedaan. En dat gaat dan ook eigenlijk wel goed hoor. Alleen dan zie je hier een inkeping in de oever en daar blijft dit, ja volgens mij is het liesgras, blijft er dan gewoon staan. En ja, dit is gewoon helemaal dichtgegroeid, dus ja, hier kan vis ook niet meer in. Dat is gewoon zonde, want ja, dan doet eigenlijk de hele constructie, werkt gewoon niet meer. En dit moet je echt, dit is wel vervelend, want dit is dus eigenlijk, ja, ik noem het toch maar even handwerk. Maar je moet het wel doen, helaas. En daarom zeg ik ook dat het zo belangrijk is dat je ook bij het ontwerp van een vistrap goed nadenkt over hoe je je onderhoud wil gaan doen. Want dat gaat gewoon, de vispasseerbaarheid komt dat gewoon ten goede. Ja, hier heb ik nog een watergang, helemaal vol met onderwatervegetatie. Ja, ik heb niet zoveel vertrouwen in de vispasseerbaarheid, of eigenlijk de bereikbaarheid van de vistrap. Dit heeft gewoon groot onderhoud nodig. Hier ook nog een leuk voorbeeldje van een hele grote boom, precies bij de uitstroomconstructie. Ja, en dan is nu de vraag van, is dat niet ook gewoon gunstig? Ja, misschien wel. Ik vind het lastig in te schatten. Deze boom zorgt in ieder geval wel voor misschien wat obstructie, maar misschien ook niet. Ik weet niet precies, ik kon het water niet in en het was ook lastig te zien. Maar het is wel oppassen in ieder geval met dit soort grote bomen. Het kan natuurlijk ook gewoon de uitstroomconstructie op de vistrap natuurlijk een beetje wegdrukken op den duur. Een boom of een kan ook wel degelijk dus een goede toevoeging zijn. Hier twijfel ik er wel aan. Ik vind deze eigenlijk iets te groot op deze locatie. Maar daar moet je dus ook wel degelijk bij opletten.
En ja, deze vistrap is eigenlijk, die was bijna niet te vinden. Die is gewoon helemaal overgroeid. Heel handig is het niet, want je kunt hem zo lastig onderhouden. Je kunt niks openmaken, dat je komt er bijna niet bij. En ook al het materiaal komt in je vistrap terecht. Dus toch door het rooster heen. Ja, dit zou ik niet zo adviseren om het zo bij te houden. Nou, dan de aanbevelingen. Even heel concreet. Voor bekkenpassages gewoon jaarlijks gedurende het groeiseizoen beoordelen of de vispassage en ook de drijfvoerconstructie niet dichtgroeien. En daarbij dus opletten op de barrièrewerking, eventuele stroombanen die ontstaan en dus ook houtige opslag die de werking kan veranderen. En heb je nou twijfels van moet dit nou niet, bijvoorbeeld bij zo'n boom, ja, overleg dan met een deskundige. En technische vispassages die moet je wel degelijk controleren op die sponsen, maar dat kan wel echt met een lagere frequentie. Dan gaan we naar het bodemmateriaal, stortsteen. Dus toegepast voor geleidelijke bodemovergangen, maar ook soms voor het gewoon voorkomen van erosie. Meestal rond de plekken met de grootste stroomsnelheden, dus de drempels. Nou ja, hier zie je inderdaad hoe een drempel is gemaakt van onder andere wat grotere stenen. En die zijn dus eigenlijk gewoon echt ingebracht voor de waterbeheersing. Die bepalen dus uiteindelijk ook de hoeveelheid water die door de vistrap heen gaat. En dat zie je ook bij deze vistrap. Dit zijn ook wat grotere stenen. Hier ligt dan al wat vuil tussen. Maar op het algemeen, dit soort stenen wordt gewoon toegepast op drempels. En dat het aantal stenen bepaalt uiteindelijk ook min of meer een beetje hoeveel water dus uiteindelijk over zo'n drempel heen gaat. Helaas zien we natuurlijk wel dat er veel verplaatsing gebeurt van dit soort losliggende stenen. Zeker als het water wat minder afvoer is. En als dat ding dan ook nog eens een keer ligt langs een wandelpad of langs een speelplaats, dan wordt er wel gesleept met die stenen. Hier zie je ook een stoorsteen. Dit is een drempel en daar zit een klein sleufje in. En deze stoorsteen is eigenlijk toegepast. Bij andere drempels stonden ze aan weerszijden. Hier ligt er nog maar één, ook best wel ver van het slot af. En die is duidelijk verplaatst. Dat kan door wat meer wat groter afvoer zijn geweest. Maar dat kan ook gewoon door een wandelaar zijn geweest. Of een spelend kind. Of voor mij maar toch door een onderhoudsmedewerker. Wie zal het zeggen? Met maaien tegenaan getikt. En is hier wat verder weggegaan. Maar dit soort dingen zul je dus ook gewoon af en toe eens een keer goed moeten herschikken. Al dan niet zelfs moeten vastleggen. Nou, hier zien we ook nog wel wat erosie ontstaan om de... eigenlijk om de bek of dus de schotten heen, drempels heen. Dit is eigenlijk ook niet wenselijk, want hier gaat natuurlijk op een gegeven moment ook water omheen. Dat wil je eigenlijk niet. Dus in dit geval had volgens mij de oever ook wel iets flauwer afgewerkt kunnen worden hoor. Maar ja, hier moet je ook altijd rekening houden. Materiaal is toegepast en je wil uiteindelijk ook gewoon dat er dat geen erosie optreedt. Nou, hier zie je dat natuurlijk ook. Hier stroomt het wat harder en deze vistrap is net aangelegd hoor. Dus ja, daar vindt ook gewoon veel erosie plaats. Maar je moet goed oppassen dat er niet te veel erosie plaatsvindt. En ook dit materiaal wat hier erodeert, kan mogelijk ook weer op een andere plek in je vistrap bezinken. En daar juist weer zorgen voor een niet passeerbare situatie. Dat wil je ook niet. Nou, dan de aanbevelingen. Voor die stoorstenen, voorafgaand aan het migratieseizoen, dus januari, februari, volledig nalopen op verplaatste stenen. Dus gewoon per drempel even kijken, hey, hoe ligt dat erbij? Het is mogelijk aanvullen, want stenen verdwijnen ook. En eventueel vastleggen als dat kan. Extra aandacht misschien bij speelplaatsen en wandelpaden. Nou, stortsteen kan ook uitspoelen, dan moet je mogelijk aanvullen. Maar dat is dan wel wat mij betreft iets voor de langere termijn. Nou, erosie. Zeker na hoogwatergolven toch die vistrappers langslopen. Is het goed gegaan? Is het toch erosie? Heeft erosie plaatsgevonden? Dat doe je dan vaak bij de natuurlijkere vispassages. Een bekkenvispassage of misschien een traploze nevenbeek. Ja, en extra gevoeligheid natuurlijk bij zo'n eerste hoogwatergolf. Hè? Want dan komt het er een keer doorheen. De eerste keer is altijd de vervelendste keer. En dan vindt er het meeste plaats in zo'n vistrap. Nou, en verder na baggerwerkzaamheden. In de hoofdwatergang ook goed checken of er geen bodemovergangen zijn weggehaald. Want ik heb dat ook meegemaakt dat je dan in één keer het hele stortstenen aanloop is dan in één keer verdwenen.
En dat kan hoor, dat snap ik wel. Maar die aannemer moet ook gewoon goed opletten wat hij doet en waar hij dat doet. En ik heb ook gezien dat uitstroomconstructie, bijvoorbeeld een duiker, een verbindingsduiker of zo, dat die in één keer los is gekomen of ook helemaal eruit is getrokken. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want dan is die vistrap in één keer niet meer. Ja, kunnen vissen er niet meer in komen. Nou, dan onze vriend de bever. Of onze vijand misschien. Die natuurlijke vistrappen zijn natuurlijk fantastisch. Dat vindt die bever heel erg leuk. Hij hoeft er soms ook niet heel veel aan te doen om daar al heel vrij snel een dam te maken. Ik weet wel dat dit echt vervelend is. Dit is nog niet eens een volwaardige dam. Maar goed, dit was een vistrap waar die bever bij wijze van spreken iedere week of misschien iedere dag wel, als je het weghaalt, ligt het weer dicht. Super lastig. Ja, wat moet je ermee? Voor zover de wetgeving dit toelaat, toch proberen takken maar te verwijderen in de vispassage, maar ook zeker rond de vispassage. Tuurlijk sleept hij ze wel weer aan, maar ja, het is een beetje een ontmoediging, hè? Zo zie ik het maar. Ja, toch regelmatig controle bij de vistrappen die daar mee te maken hebben. En ik heb hier ook nog een foto van een Amerikaans systeem. De Beaver Deceiver hebben we ook in Nederland al een aantal plekken waar dit is aangelegd. Op zich is het wel prima. Wordt dan een duiker gelegd door een dam. Het is wel lastig om dit in een vistrap toe te passen. Het zou wel kunnen, maar ligt er een beetje aan natuurlijk hoe groot je vistrap is. Bij zo'n vistrap in de dommel zou het wel kunnen. Maar als je een wat kleinere bekkenpassage hebt, is het misschien wat lastiger. Alhoewel je dat misschien wel weer met wat kleinere pijpjes weer zou kunnen doen. Maar goed, ideaal is het niet. Want ook zo'n beaver deceiver, ik heb er wel eens eentje bekeken. Deze neemt dus behoorlijk wat ruimte in. En de gaten die dan in dit geval, in het Amerikaanse voorbeeld gebruikt is een kooi. Hier zijn er gewoon gaten geperforeerd eigenlijk in een duiker. Voor vissen, ja, grotere vissen komen hier alweer niet doorheen. Het zijn met name de kleine visjes die er misschien dan nog wel uit kunnen komen. En als er toch te veel pijlverschil ontstaat, ook dan is het weer niet. Dan zijn de stroomsnelheden weer te hoog door die gaten. Dus nou, heel ideaal is het niet, maar. Ja, het is lastig. Het is overigens wel de vraag wat de wetgeving in de toekomst gaat doen. Want ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment toch een keer te erg wordt. En dan wordt er misschien toch ingegrepen. Of krijgen we iets meer mogelijkheden om hier iets mee te gaan doen. Nou, dan pijlbeheer, droogtebestrijding. Ik denk ontzettend actueel. Alhoewel dit jaar misschien niet, maar afgelopen jaren wel. Als maatregel conserveren, hè? Dus toch het uitzakken voorkomen door het dichtzetten of knijpen van je vistrap. Ja, op het algemeen kan ik dan toch wel stellen dat de gevolgen gewoon geen passeerbaarheid zijn. Als je hem dichtzet, ja, dan heb je kans op sterfte. Bovenstrooms, als het verder droog valt, kunnen vissen gewoon ook niet meer vluchten. Hè? Want daar is een vistrap natuurlijk ook voor bedoeld, dat vissen kunnen vluchten van vervelende omstandigheden. Je vistrap, zeker bekkenvispassage, die hebben nog wel eens poelen. En als je dan je vistrap dichtzet, dan, uiteindelijk zijn die vissen in die poelen die ontstaan ook gewoon een makkelijke prooi voor predatoren. Zoals visetende vogels. Maar het kan ook gewoon zijn dat ze gewoon sterven. Dus is dichtzetten nou helemaal handig? Ik weet het niet. Knijpen dan misschien. Bij knijpen ga je echt zorgen voor disbalans. Je werpt eigenlijk een barrière op middels je knijpconstructie. Dus je krijgt plaatselijk hele hoge stroomsnijden en de rest van de vispestrap krijgt dan eigenlijk te weinig water. Het is wel positief voor je lokstroom. Dus je hebt altijd een beetje, die lokkende werking blijft een beetje aanwezig. En misschien heb je ook wel een heel mooi natuurlijke vistrap waarvan je zegt van ja, maar we hebben ook stromend habitat. En dat wil ik ook beschermen. Nou, dan is knijpen wel degelijk beter dan helemaal dichtzetten. En misschien dus ook wel noodzakelijk op het moment dat je poelen hebt in je bekkens. Want ja, anders sterft gewoon die achterblijvende vis sterft dan gewoon af. En nog even belangrijk dus ook hierbij even teruggrijpen op die hydraulische vuistregels. Het ontwerp van je vistrap bepaalt de afvoer die er doorheen gaat en niet het afsluitmiddel. Dat hoor ik wel vaker van, ja, maar met het afsluitmiddel regel je eigenlijk hoeveel water doorheen gaat. Ja, dat is misschien zo, maar daarmee regel je niet de vispasseerbaarheid. Dus de vistrap moet zelf zijn eigen broek ophouden en hoef je eigenlijk niet bij in te grijpen. Tenzij er dus inderdaad sprake is van extreme droogte en dan zou je dus kunnen overwegen om iets dicht te gaan zetten of te knijpen. En hier zie je dat eigenlijk ook. Op het moment dat je gaat knijpen. Ja, dan krijg je dus zo'n doorzwemvenster wat je rechts ziet.
Ja, er zit bijna geen water meer in die vistrap en het stroomt ook nog eens een keer heel hard. Ja, dat is eigenlijk niet wat je wil. En links zie je dus twee stuwen. Die moeten dus de vistrap eigenlijk inregelen. Ja, nu hebben ze gezegd van nou, die vistrap krijgt wat minder water. Tuurlijk stroomt het nog best wel flink. Maar ik zie ook gewoon twee kleppen die eigenlijk niet meer vispasseerbaar zijn. Dus die vis kan helemaal tot aan de klep komen en daarna stopt het. Dus zo'n klep moet uiteindelijk ook gewoon plat liggen. Want die vistrap kan echt wel zichzelf bedruipen. Maar goed, heb je dan inderdaad een te droge situatie en je hebt gewoon veel minder water, ja, dan zul je wel wat moeten. Maar dan krijg je dus wel een niet passeerbare situatie. Dan heb je nog de maatregel conserveren. En dan heb ik het over het vergroten van de bovenstroomsinfiltratie door eigenlijk het pijl nog wat op te zetten. Ja, ook daarbij, de passeerbaarheid neemt gewoon af. Want jouw vistrap is ontworpen op een bepaald pijlverschil. En daar kan wel wat mee worden gespeeld, maar eigenlijk relatief weinig. Maar als je je vistrap dan openhoudt, dan zul je dus zien dat je vistrap in verhouding gewoon meer water gaat afvoeren. Want het pijlverschil neemt toe en daarmee dus ook de stroomsnelheid. Dus hij gaat meer water afvoeren en als de stroomsnelheid ook te hoog wordt, gaat vis er ook niet meer tegenin. Want die vistrap is dus ook gewoon niet ontworpen op dat extra pijlverschil. Nou, heb je je vispassage dicht, ja, dan krijg je weer natuurlijk het feit dat er geen migratie is. En bovenstrooms, moet ik wel zeggen, het kan zorgen voor sterfte, maar natuurlijk ook wel voor overleving. Op het moment dat je altijd voldoende water weet vast te houden en daarmee de vis ook in wat diepere kuilen kunt laten overleven, bij wijze van spreken, dan is het natuurlijk ook helemaal prima om juist wel de boel dicht te zetten. Maar ja, goed, droogt het alsnog verder op, ja, dan heb je ook gewoon sterfte. Dat zal dus ook per systeem, per locatie, zul je daar gewoon goede afwegingen moeten maken. Uiteraard op basis van misschien opgedane ervaringen die misschien niet altijd even prettig waren, maar daar heb je dan wel in dit geval van geleerd. Ja, en dan nog even pijlbeheer. Het sleutelen aan pijlen heeft echt gevolgen voor de passeerbaarheid. Hier zien we een prima passeerbare drempel. Maar benedenstrooms is het pijl naar beneden gezet. Dus de meest benedenstroomse drempel, die zag er zo uit. Ja, dit was natuurlijk te gek. Dit werkt niet. Maar je ziet dus wel dat die vistrap ontworpen is op een pijlverschil. En als je dan gaat sleutelen aan een van de pijlen. En nou, deze zal misschien zijn teruggezet omwille van werkzaamheden of zo. Dat kan dan tijdelijk wel even. Maar ja, je vistrap is echt ontworpen op pijlverschil. En dat komt best wel nauw. En ja, dan krijg je gewoon, als je daar aan gaat sleutelen, krijg je gewoon een niet passeerbare situatie. En dat geldt ook voor het punt dat je dus twee aparte inlaten hebt. Dat zie je wel eens als er sprake is van een zomer- en een winterpijl bovenstrooms. Twee aparte inlaten. En die zitten er niet voor niks. Want één inlaat kan net even wat meer pijlverschil opvangen. Omdat daar wat extra drempels in zijn geplaatst. Nou, wat zie je hier bij dit voorbeeld? Ik kwam aan en toen zag ik eigenlijk dat allebei de inlaten open stonden. Althans, de bovenste inlaat die kan eigenlijk altijd openstaan. Want die valt droog op het moment dat het zakt naar het winterpeil. En daar zitten dan ook wat extra drempels in. Maar in dit geval hebben ze dus ook die voor de winterinlaat hebben ze ook openstaan. Dus er stroomt lekker veel water die vistrap in. Dan denk je van nou, dat is goed voor de lokstroom. Ja, dat is misschien wel. Maar dat meest bovenstroomse deel, dat extra stukje, dat stroomt eigenlijk gewoon dikke prima. Het stroomt niet te hard en hier kan vis prima migreren. Maar dat vanaf het punt dat ze samenkomen, zie je dit. En dat komt omdat er veel te veel water uiteindelijk die vistrap ingaat. Dus de drempel die eigenlijk net na de knik zit, hier zo, die kan gewoon niet zoveel water hebben. Dus die gaat opstuwen. En daarmee zorgt die eigenlijk voor een veel rustige situatie bovenstrooms, maar wel meer pijlschil wat moet worden opgevangen met de rest van de drempels. En dan gaat die stroomsnelheid echt fors omhoog. En krijg je dus stroomsnelheid in dit geval hoger dan nou, ik heb zelfs hier meer dan 2 meter per seconde gemeten. Ja, dat is echt veel en veel te hoog. Daar gaat vis niet meer tegenin komen. Dus als we het hebben over pijlbeheer, de aanbevelingen, ja, moet je dan knijpen of dichtzetten? Nou, bekkenpassages, knijpen is soms zelfs de noodzaak. Technische vispassages, ja, twijfel ik over, die kun je misschien ook wel dichtzetten. Daar zul je een afweging kunnen maken, misschien ook afhankelijk van hoe de situatie ter plaatse is. Nou, bij voldoende afvoer natuurlijk altijd eerst water door de vistrap en dan over de stuw, want dan kunnen je vissen gelijk migreren op het moment dat er water is.
Registreer ook dichtgezette vispassages en zet ze ook gelijk open zodra het kan. Ik heb veel te vaak gezien dat ik aankwam met een stuw met enorm veel water. Maar daar ging dan geen. Ja, daar ging geen. Geen was de vistrap stond dicht. Nou, sleutelen aan pijlen heeft dus ook gevolgen voor de passeerbaarheid. Jaarlijks controleren of die ontwerppijlen van een vispassage nog worden toegepast. Je kunt niet zomaar een pijlbesluit veranderen en dan denken dat je vistrappen nog doet. Zo werkt het gewoon niet. Dus krijg je zo'n pijlwijziging in je gebied, kijk even naar die vistrap en breng die gevolgen ook in beeld met een deskundige. En dus ook een inlaat voor een zomer- en een winterpijl nooit tegelijk openzetten, maar altijd één van de twee. Nou, dan drijfpaal. Hier gewoon wat dingen die ik ben tegengekomen, gewoon ter inspiratie. Ik heb een bierkratje heb ik er wel eens uitgetrokken, jerrycans, mogelijk met drugsafval. Natuurlijk gewoon veel vegetatie, troep voor de instroom, voor de drijfpaalconstructie. En hier zie je zelfs ook een dood schaap wat precies voor het slot ligt. Dat is jammer, want dan kan die vis er niet doorheen. Maar dit soort dingen kom je wel eens tegen. Nou, als we het hebben over drijfvuil, de aanbevelingen, gewoon met een visuele inspectie. Kijk, let op volledige afsluiting, fysieke belemmeringen. Let ook op of het waterpeil nog gelijk oploopt. Vaak kun je bij een technische vistrap ook al wel horen op het moment dat je de auto uitstapt van hey, ik hoor water lopen. Bij een technische vistrap mag je dat eigenlijk niet horen. Dus als je daar echt water hoort, dan vaak zit er dan ergens een verstopping. Nou, die frequentie, sowieso voorafgaand aan het migratieseizoen, januari, februari, moet je het al nalopen. Zeker ook soorten als snoek, die migreren al vrij vroeg, soms al in januari, februari. Ja, dan wil je ook dat je vistrap het gewoon goed doet. Continueer dat ook één keer per maand gedurende het migratieseizoen. Nou, hier dan maart tot en met juni. En let ook op maaiwerkzaamheden in de omgeving. Het kan helpen om je vistrap dan tijdig en ook tijdelijk dus even dicht te zetten. Zodat dat je op een gegeven moment via de stuw de vegetatie, het drijfvel gewoon kwijt bent. En dan kun je daarna weer rustig je vistrap openzetten zonder dat je dus al je vistrappen weer schoon moet maken. Dat zou vervelend zijn. Vervelender. Nou, hier nog iets over schade. Over het algemeen geldt gewoon zo, als er schade is, herstel het. In dit geval afsluiters. Die kunnen op deze manier niet meer dicht of open. Dat is niet echt handig. Ik zie ook wel lekkende damwanden. Hier zie je dat mooi. Het is eigenlijk slecht zichtbaar, maar je ziet wel aan de vegetatie. In dit geval wat drijfvegetatie, drijvende vegetatie. Dat je hieronder zie je dat er geen drijvende vegetatie is. En dat komt omdat de damwand hier lek is. Ja, je krijgt gewoon een zijinstroom. En dat zorgt ook dus weer voor extra water in je vistrap. En daarmee ook weer voor disbalans. Dus ook weer niet echt handig. Dus dit soort dingen moeten uiteindelijk wel worden gerepareerd. Om die passeerbaarheid zeg maar te behouden. Nou ja, verder nog wat overige aanbevelingen. Stel een specifiek BNO-plan op voor deze assets, deze nieuwe assets zou ik bijna denken. Borg ook activiteiten in je systemen. Geef instructies in het veld. Bied indien nodig informatie ter plaatse, zodat het niet fout kan gaan. Nou, hier is heel duidelijk met dit fotootje. Bied ook ruimte voor maatwerk, specifiek onderhoud. Als het in het ontwerp nou niet helemaal goed is gegaan, dan zul je misschien wel eens toch wat handwerk moeten verrichten. Nou, bied ook die ruimte. En kijk ook zeker bij vispassages met veel vuillast, begroeiing. Ja, daar zul je misschien wat extra aandacht aan moeten geven dan een andere vistrap. Maar breng die dingen ook gewoon in kaart. En reken ook gewoon jaarlijks op die inspanning die je daar moet doen. En groot onderhoud zul je natuurlijk moeten programmeren. Dus denk daarbij aan herprofilering, maar ook aan het vervangen van drempels. En dat was hem. En dan is er ruimte voor vragen. Dankjewel Jasper voor dit uitgebreide verhaal. Mooi compleet overzicht zo. Ja, we hebben tijd voor een paar vragen. Ik zie twee vragen hebben een beetje die lijken op elkaar. Dus een vraag over die stortstenen en stoorstenen dat die soms arbotechnisch onverantwoord zijn. Vanwege struikelgevaar bij handmatig onderhoud. En er is ook een vraag in hoeverre arcades in dit geval dan. Maar volgens mij geldt het ook als algemeenheid. Hoe je rekening houdt met het toekomstig onderhoud. En of dat mechanisch kan worden uitgevoerd of handmatig. Want handmatig onderhoud is kostbaar. Ja. Knelpunten, het moment arbo. Aannemers vinden steeds minder mensen om handmatig onderhoud uit te voeren. Daar kun je daar wat over zeggen? Nou ja, ik, uh,
ik en ook zeker wij als deskundigen, kan ik wel gewoon stellen, er moet steeds, misschien was het in het begin nog niet heel duidelijk, maar er is steeds meer ervaring met hoe je iets goed kunt onderhouden en wat je wel of niet wil. En ik zie ook steeds meer waterschappen die zeggen, nou, stortsteen willen we eigenlijk veel minder toepassen, want dat is heel lastig maaien. Dus wat ik ook graag zou zien is dat ieder ontwerp gewoon met gewoon goed vooraf over na wordt gegaan van hey, hoe kan ik hier onderhoud uitvoeren? En als je bij spreken met een maaibalk aan de gang wil en je weet gewoon dat je een afstand van 7 meter nodig hebt in een bekkenpassage, dan moet je niet een vistrap op 6 meter gaan ontwerpen. En dan doe je dat met bekkens van minimaal 7 meter of voor mijn part nog groter. Dus het vereist gewoon een goed gesprek in die ontwerpfase. Met ook beheeronderhoudsmensen, districtsmedewerkers bij spreken, die gewoon heel goed meekijken van hey, hoe ga ik dit straks doen en hoe kan ik dit ook veilig doen? Want ik wil ook gewoon dat iedereen veilig zijn of haar werk kan doen om dit onderhoud gewoon goed uit te kunnen voeren. Ja. Maar zie je wel dat bijvoorbeeld het handmatig onderhoud wel terugloopt, zo over de jaren heen? Dat vind ik lastig of dat terugloopt. Ik zie niet per se, zelf zie ik niet dat het onderhoud terughoudt. Ik hoop zelf in ieder geval wel dat de vistrappen die worden ontworpen, dat die met zoveel kennis en kunde nu in elkaar worden gezet, dat handmatig onderhoud gewoon wat minder nodig is. En tuurlijk is er nog steeds handmatig onderhoud nodig, helaas voor misschien ook wat constructies die al wat ouder zijn. Tot de tijd dat deze worden vervangen of aangepast, is er wel handmatig onderhoud gewoon nodig. Ja, ik heb nog één laatste vraag. Wanneer is begroeiing een probleem en hoe kun je dat zien? Is er een soort norm of kwantificatie voor toegestane begroeiing per type vistrap? Ja, die norm is er niet. Ik weet wel dat er een aantal waterschappen heeft wel een norm. Volgens mij is er wel eens gezegd van ja, maximaal 25% of 1/3 van een bekken mag dan dichtgegroeid zijn. Maar het maakt wel echt uit hoe groot een bekken is ontworpen. En bij een wat groter bekken kun je veel meer toestaan dan bij een wat kleiner bekken. En dat zul je eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen per vistrap gewoon eens even moeten bepalen en daar dan ook op acteren. En dan maakt het uiteindelijk natuurlijk wel uit waar die vegetatie ontstaat. Want je wil het niet ter hoogte van je doorzwemvensters hebben of iets dergelijks. Maar echt wel aan de randen, ja, daar kan het natuurlijk wel echt een meerwaarde bieden. Maar echt harde richtlijnen zijn er eigenlijk niet. Ik zou gewoon eigenlijk voorstellen dat iedere onderhoudsmedewerker gewoon eens met de ecoloog van het waterschap de meest dringende locaties, urgente locaties langs loopt. Om eens te kijken van, hey, hoe kunnen we dit hier nou gewoon goed doen? En wat mag wel en wat mag niet? Ja, oké. En dat dan vastleggen. Ja, helder. Dankjewel in ieder geval voor jouw presentatie, Jasper. Ik zie nog een paar andere vragen. Als je het goed vindt, zal ik die nog naar je toesturen. En ja, hoor, dan kunnen we dat prima nog een keer delen. Ja, zeker. Oké, dankjewel. Dan komen we bij de laatste presentatie. Die is van mijzelf. Eens even kijken. Ik zal ook mijn scherm even delen. Als het goed is, is het zo goed zichtbaar. Jasper had er al iets over verteld, over de vistpassages open en dicht bij droogte. Dit speelt natuurlijk ook bij AMA's. Onder andere ook bij de evaluatie van de droogte in 2022. AMA's heeft een zogenaamde waterkamer. In feite is dat een soort intermediair tussen signalen vanuit onze districten, maar ook wat er beleidsmatig en bestuurlijk speelt. En een van de vragen was, ja, wat zijn de kennisproducten ten behoeve van peilbeheer en ecologie? En wat zijn de huidige knoppen waar de peilbeheerder aan kan draaien? En wat mist er nog? De huidige knoppen, nou, waren vooral de waterverdeling, ecologisch waardevolle beken van water te voorzien tijden van droogte, conserveren, blauwalgverspreiding in de gaten houden en een vissenprotocol bij droogte van wanneer vang je vissen af en wanneer niet. En wat mist er nog? Dat was wat duidelijkheid over wanneer vispassages nu open en dicht dienen te staan. Bij welke pijlen? Daar was wat onduidelijkheid over. Dat hebben we bij elkaar geschreven. We hebben daarbij deze kaart als basis gebruikt. Met drie verschillende kleuren zie je de hoge gronden van de Maashorst en de Grote Peel. Dus dat zijn dus de hoge gelegen gronden. In oranje
de flanken rond de natuurgebieden en de breuklijnen. En in groen eigenlijk de beekdalen, de polders en de wat lagere gronden. Voor deze gebieden hebben we ook bepaalde conserveringsmarges. De rode gebieden willen we graag maximaal conserveren. Destijds afgesproken 35 centimeter bovenop het streefpeil. Maximaal conserveren in de oranje gebieden. 20 centimeter en optimaal conserveren in de beekdalen. Plus 10 centimeter. Dus dit is eigenlijk ingezet na de eerste droge jaren. Ik dacht dat het rond 2019 was. We hebben hier ook die knikpunten voor de vispassages op ingesteld. Dus voor de gebieden, voor de passages die liggen in waterlopen die van de horst en de flank komen zonder aanvoer, zeggen we eigenlijk dat we de vispassage sluiten wanneer het bovenstroomse pijl bij het kunstwerk onder het ingestelde pijl komt. En dat ingestelde pijl kan zijn het streefpijl, de bovenkant van de beheermarge of de conserveringsmarge. En dan gaat eigenlijk weer open als hij boven dat ingestelde pijl komt. Nou, hetzelfde principe hanteren we eigenlijk bij kunstwerken, vispassages die liggen in waterlopen die op de flank liggen met een aanvoermogelijkheid. Hanteren we eigenlijk hetzelfde principe. En benedenstrooms in het beekdal zeggen we eigenlijk dat een vispassage mag worden gesloten wanneer het bovenstroomse pijl onder het streefpijl komt. En dat hij weer open mag als hij boven het streefpijl komt. Dat leidt dan tot deze kaart. Met de kleur bolletjes kun je eigenlijk zien wat de knikpunten zijn die we hanteren. Dit geeft in ieder geval rust in onze organisatie en duidelijkheid voor de passages. Wat we wel zien is dat het door het invoeren van van deze beleidslijn, zeg maar, vispassages wat eerder dichtgaan dan voorheen. Dat komt er ook door dat het accent voor het waterbeheer lag toch heel erg op het conserveren, zeker na die droge jaren. Wat je nu ziet is dat de toekomst, dat de discussie toch weer is losgebarsten, ook omdat we wat scherper in de wind gaan zeilen rondom de KW. Dus de lijn die we nu hanteren wordt nog een keer tegen het licht gehouden met betrekking tot het behalen van onze ecologische doelen. Het vervolg. Nou, deze kaart die we hebben gemaakt blijven we frequent actualiseren, want er komen gewoon vispassages bij aankomende jaren. We gaan er aankomende 2 jaar nog een stuk of 50 zelfs nog aanleggen. We hebben ook een analyse uitgevoerd hoeveel procent van de tijd vispassages gesloten zijn in de maanden april, mei en juni. Over de afgelopen jaren bij dit voorgestelde knikpunt. En dat leidt tot dit soort figuren. Hieronder zie je eigenlijk waar de vispassages liggen. In het rivierengebied in de Beekdal. Flank met aanvoer en flank zonder aanvoer. En wat opvalt is dat wel met deze knikpunten, afhankelijk van waar de vispassages liggen, ze ook toch een groot deel van de tijd zelfs dichtstaan. Een gevoeligheidsanalyse geeft weer als je nog 10 centimeter onder die pijlen gaat zitten. Nou, dat is wel ten gunste van de vismigratie. De vispassages staan dan weer een groot deel van de tijd open. En zeker als je daar 25 centimeter onder gaat zitten, dan staan de vispassages een groot deel van het jaar open. Maar dit is dus een discussie die we nog moeten voeren. Omdat conserveren soms op gespannen voet staat met het open laten staan van de vismigratievoorzieningen. Dat is iets wat dit jaar, begin volgend jaar nog gaat lopen. Wat loopt er verder nog? We houden bij wanneer we de vispassages dicht hebben staan. We zijn ook bezig met het maken van een script waarop de vispassages staan en met een stoplicht aangeven of een vispassage open of dicht moet met het betreffende pijl, zodat gerichter kan worden geadviseerd. We zijn aan het onderzoeken of we met een waterpeilmeting of een debietmeting inzichtelijk kunnen maken welke passages wel of niet openstaan. En dat dan koppelen aan een dashboard. En er wordt overwogen om nog een investeringskrediet aan te vragen om het open en dichtzetten van een vispassage te automatiseren. Dat is eigenlijk in
een notendop hoe we die knikpunten hebben gehanteerd bij AMA's. Er zijn daar nog vragen over? Ik zie voor nu geen vragen. De presentaties worden nog gedeeld. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze webinar van de COP Beheer en Onderhoud. Nou, dank dat jullie mee wilden doen. Er zijn nog wel een flink aantal vragen gesteld in de chat. Daar krijgen jullie, als die nog onbeantwoord zijn, nog antwoord op. We hopen dat jullie inspiratie hebben opgedaan. En ja, dat was het wat mij betreft voor deze webinar. En ik hoop jullie graag volgende week terug te zien bij een tweede webinar in deze reeks. Die gaat over baggeren in relatie tot KW-doelen en vogelgriep. En voor het voorjaar 2025 bereiden we ons ook weer voor op een fysieke bijeenkomst. En ja, daar hoort u TZT nog meer over. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot ziens. Dank jullie wel.